Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een gloednieuwe video. En vandaag is het een hele bijzondere, want ik ga eindelijk aan de slag met Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn is een game die om een of andere reden aan me voorbij is gegaan tijdens de PlayStation 4 tijdperk. Maar nu krijg ik een herkansing op de PC. Dit is de tweede Sony gepublished titel die ook naar de PC komt. Eerder zagen we natuurlijk al, dat is helemaal niet de tweede. Eerder zagen we natuurlijk ook al Death Stranding op de PC verschijnen. Detroit Become Human is op de PC verschenen. Zo zijn er nog wat andere kleinere titels, geloof ik. Maar vandaag dus Horizon Zero Dawn met 4K ondersteuning, ultra wide ondersteuning. Wij gaan hem hier in ultra wide spelen. Ik ben ontzettend benieuwd. De game krijgt ongelooflijk hoge cijfers. Staat ontzettend hoog aangeschreven. Het is een Guerrilla Games game. Dat wil zeggen dat het van Nederlandse bodem is. Iets om extra trots op te zijn natuurlijk. En ik ben vooral heel benieuwd. Ik heb alleen de Killzone games destijds gespeeld. Waren niet helemaal mijn ding, zagen er wel prachtig uit. Killzone 2 is eigenlijk de enige game die bij mij echt heel hoog aangeschreven staat. De rest viel een beetje tegen. 1 was gewoon heel erg matig. 3 was al gelijk een heel stuk minder. En Killzone Shadowfall op de PlayStation 4 die was ook weer ontzettend middelmatig. Ondanks de mooie graphics die erin zaten. Horizon Zero Dawn dus. De wereld ziet er vet uit. Er zitten dino-robots in. Aloy ken ik nog niet. Kan niet wachten om kennis te maken met haar, dus laten we vooral nu snel in de game gaan duiken. What's that now? Don't like the cold? Can't stand today. We have a ritual to perform, you and I. Het moet wel baby Aloy zijn, toch? Managing Director Herman Hulst. Matthijs de Jonge, Game Director. Normally it would be the mother who declares, if you had one. The whole village would attend, and matriarchs perform the ritual. But we are outcasts. Dit is trouwens een pre-rendered cutscene. Het lijkt misschien in-game, maar ik zie best wel wat MPEG artifacts, dus dit is 100% pre-rendered. Bijna een Jurassic Park moment dit. Het is wel overduidelijk in engine. Ja, de Decima engine kan wel mooie plaatjes op je beeldscherm toveren. Since we entrusted her to you. But we are outcasts. You by choice. And she, well. I am a high matriarch, Rost. I bless whom I choose. Then you
honor us. Yes, yes. Now go and be ready to declare. Go. Oh, Mother, this child needs a name by which to know her. That your love may warm her life as the rising sun warms all the earth. Speak her name! Aloy, ik zei het verkeerd. Aloy. Na Lion King moment. And so her name is blessed. Stop this at once! What have you done? I've blessed the naming of a child. Stubborn woman, you call that curse a child? What did she tell you about his birth, outcast? Answer! I've done only what you asked. To raise it, yes. We said nothing of love. Enough. And you, blessing its name like it was one. I know my duty to them. And to you. Without consultation. I'm here. And wherever you go, I will follow. Het is jammer dat de cutscenes zelf niet een ultra-wide zijn. The gatherer, aren't you, little bast? Now go and see if you can find some more. Hmm? Okay, we moeten berries gaan plukken. Let maar op. Well done. That's a good boy. Children, come with me. Beetje weird. She's an outcast to be shunned. There. Vet zielig. Come on. Zo gedraag je toch niet richting Kit. Kom op zeg. Onze eerste dungeon. Down here! Rost! Rost! He won't hear me. Some kind of cave? Okay. We zitten eindelijk in de game, we kunnen spelen. De camera is nogal redelijk gevoelig. Ja. X to crouch. Oh. Ik schrik me dood. het is gewoon simpelweg aan de andere kant. Dan ga lekker exploren. Nee, dat zit er niet in. Okay, crouch is een toggle dus. It must be a ruin of the metal world. One of the old places. Het is duidelijk een post-apocalyptische wereld dus. Want dit noemen ze de Metal World. Neem aan dat dat voor ons nog steeds de toekomst is en voor hun een ver verleden. Never go in places like this. But I have to find a way out.
Hier gaan we. Ik wil graag naar buiten, want die wereld ziet er zo ongelooflijk mooi uit. Dead person, oeh. There's something shiny there. Wat is dat? Iets uit de Golden Age. Lights everywhere. How does he do this? Toggle the focus by pressing the right stick. Okay, wat kan je met deze focus? A metal door. Closed. Maybe this device I found can help. Use the device to scan the room. En hoe werkt dat dan? Oké, okay, hierachter zit dus iets. Kunnen we daar komen? Gewoon helemaal hier eromheen, I guess. Dit ding omdraaien. Clockwise of counterclockwise? Ziet het er nog uit alsof het sens maakt? Nee, hè? Dat deed niks. Kunnen we hier nog iets? Nee. Dat vind ik wel een beetje jammer. Je kan niet zo snel off the beaten path gaan. Want er is niks te doen. Vooralsnog, hè. Hoeft niks te betekenen natuurlijk, maar... Nog een dooie. It's got a device. Like the one I found. You think I want it this way? It's the best I can do. He's right behind you. Hi! Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Show me again. I can do. He's right behind you. Hi. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Oké, je kan hier verder niks. Je moet gewoon volgen. Toch proberen weer.
bedoel, waarom zou je al deze andere wegen hebben als je niks kan doen? Hoe werkt dit? Hey. Waar dat over gaat. Kijken. Hier zit er nog eentje. Well, happy new year, dear diary. Can you believe we actually celebrated last night? Well, we did. Kind of. Director Evans invited everyone to gather in the community room. Don't know where she got the party hats. That was a ghoulish touch. So there we sit watching the clock tick down to midnight, and I'm thinking, what happens? Symbolism of this? It might have been worth it if Skylar had gotten drunk again, but I seem to be a mistake she doesn't want to repeat. Hey! Pa! Found me. Down here! Oh, Mother be praised. Come, girl. Take my hand. You don't belong down there. Come! Such places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. What is that on your face? Nothing. Did you find it down there? No. Give it to me. No. Aloy, such things are dangerous. No! A little rebellion. Well, if you're gonna go sneaking away from home, you'll need to know how to survive in the wild. Ooh, nice. Let's go. Home now. Starting tomorrow? Learn to hunt. To that plaything. We descend to the valley now. Follow. Vrij veel cutscenes op het begin. Can be dangerous, Aloy. You will need to stay close and do as I say. I know. Volgens mij crasht de game weer. Toch now, niet. You're still scratched up from that fall you took yesterday. So let's start there. Take this medicine pouch. I'll show you how to fill it. See this plant over here? It's called Salvrush. Come, gather its berries in your pouch. Here we go. Good. Now eat the berries. They may taste bitter, but they can save your life.
Always keep your pouch full of medicinal berries, flowers, and plants. Where are we? This valley is just a part of All Mother's embrace. Embrace? The Nora tribe watches these lands and keeps out the most dangerous machines. Usually. Als je hem op adaptive resolution zet, dan dropt de kwaliteit wel echt enorm. Dus ik ga hem heel even terugzetten. Misschien. Ja, ik wil op 60 fps spelen, dus misschien gewoon original settings. En dan alsnog adaptive performance. Zou dat wel moeten kunnen, denk ik. Further down river, we'll find a herd of machines. And I will teach you how to hunt. Are they dangerous? Nee, oké. Deze zet ik toch weer terug. Die drop in resolutie is wel echt huge namelijk. Dus ik denk dat ik hem gewoon lekker zo laat. All machines are dangerous, Aloy. Their power must be respected. But I will be beside you. Dit is de beste trade-off van resolutie en FPS, denk ik. Aloy, a machine's coming. Crouch and follow me into the tall grass. There. Now stay low. Little one. No, Aloy. Such machines are called watchers. You must learn to avoid their gaze. If you are to survive in the wilds, I will show you. Listen close and do as I do. Stay still. Wait for it to pass. Now keep low and follow me across the trail to that tall grass. Ik wil dino's hunten, kom op. Oh, another one. Let it pass. Waar? Die designs zijn wel echt insane hoor. Come, back this way. The slower you move, the quieter you'll be. And crouched walking is quieter than upright. Wait for it. That's the last of them. Let's move on. Maar waarom jagen we op robots? Kunnen we die eten of? What's up? You did well. They didn't see or hear you. Now stay close. That herd should be just ahead. Who's that? Ignore him. But why is he up there? Smiling at us. Teb! Get back where you belong! Teb! Where are you? Ignore him. We are outcasts and he is of the tribe. Maybe he doesn't like the tribe. Then he is a fool. You did well. They didn't see or hear you. Now stay close. That herd should be just ahead. Come now, let's find that herd. Follow. Okay. Hopelijk crasht hij nu niet. Het zou mooi zijn. There, see them? These are called striders. Why'd you chase them off?
To show you how some machines startle easily if they detect you and run away. They're best approached by stealth. Don't worry. We'll catch up with them further down the valley. You'll see. Okay. Ik maak me geen zorgen. Jij wel? Now, I want you to find some rocks that fit the cup of your hand. Why? Do as I say, Aloy, and gather the rocks. I will show you how to use them. Ben ik al lang aan het doen, joh. Oh, er zijn ook gewoon verzanten hier. Follow. Oh, Kalkoen. My bad. There's the herd. All right. It's time to throw some rocks. But rocks can't hurt machines, right? No, but they can distract them. Draw them into traps. Like that watcher over there. It must be dealt with, or it will warn the herd and send them running before we get in range. Warn them? How? The machines speak to each other, Aloy. Unless they are first silenced. Now you stay here on the ridge. On my signal, throw rocks and draw the watcher over to me. Wait for my signal. Aloy, I told you to stay put. You'll have to try again. Oh. Ja, ik zie daar beneden een marker staan met rocks en dat we daar moeten gaan staan. Waar staat onze papier? Oh, daar. Fling! Oké, dat is één. Kan ik naar beneden? There. Come girl, it's safe now. Dan doen we dat meteen. Ja, ik ben een gatherer, dus ik blijf maar spullen verzamelen hoor. Harvest the kill so I can teach you how to make arrows. Metal shards and sparker. Use the stalks as arrow shafts and metal shards for arrowheads. Select. Okay. Good. You'll never run out of arrows if you know how to craft what you need. Okay, nu. Let's put those arrows to use. Follow. Here. Stay low in the grass and be quiet. Time to make your first kill, Aloy. The Strider. One of the weaker machines. But even a weak machine can kill a hunter if she's careless. You must study your prey. Its hide is thick, but there are spots where it is vulnerable. Like its eye. Can you guess another? On its back. Is that a... Keep firing! Okay, we hebben hem. Easy peasy. You did well today, but you have much to learn. Tomorrow, we train again. Door die kennis, daar kon hij volgens mij gelijk niet meer lopen. The boy. The one running the brave trails. Follow Aloy, quick! Welke kant, welke kant? De belichting is op sommige plekken wel echt heel erg mooi hoor. We lopen nu in de schaduw, maar daar de weerkaatsing bijvoorbeeld ziet op die rotsen. Prachtig.
Ze loopt wel een beetje raar. Het is niet The Witcher raar, maar ze loopt wel een beetje raar. The Witcher was echt insane. Hoe, hoe Geralt daar aan het sprinten is altijd. Lijkt wel een robot. Oké, let's save him. Hij lijkt een beetje op Zac Efron, haar vader. Een wat oudere Zac Efron of zo. Moeten we even geduld hebben. Nee. Loop dan maar gewoon door. Niks aan de hand. Oké, we moeten nu door het water. Dat is een beetje tricky, denk ik. I need to see their paths. Oké, tot dusver is het gelukt. Oh, loop door. Kom op. There he is. Okay, we got him. Zac Efron. Niet te ongeduldig zijn, maar wel doorlopen. Hier heb je je pijl en boog terug. Kid.
Wait. Oh, mother, bless that girl. Bless you both. Uh-oh, the tribe. Boy! She saved me. En denken, zijn al die beesten kwijt of... Seal your lips. They are outcasts, both. And she is motherless. Wat een asshole tribe trouwens. Dat is wel duidelijk. Come now. Back to mother's heart. Oef. That boy should not have spoken to us. It's against tribal law. We'll go home now. Follow. I know the way. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Horizon Zero Dawn Let's Play. En niet zozeer omdat ik dat graag wil, maar omdat de game maar blijft crashen, keer op keer. Dit is nu denk ik 5 keer gebeurd tijdens deze Let's Play. En dat is vervelend. Dus ik heb besloten op dit punt even niet verder te gaan, want het begint bijna onspeelbaar te worden. Dus elke keer als je een klein knipje ziet in deze video, dat betekent dat de game gecrashed is en ik opnieuw heb moeten beginnen. Dat heb ik nu 5 keer gedaan, daar ben ik nu wel klaar mee. De game is officieel nog niet uit natuurlijk. Ik heb ook al een mail gekregen vanuit de ontwikkelaar dat er een patch aankomt, een day one patch voor deze game, die dit specifieke probleem van crashen zou moeten verhelpen. Maar dit is nog voor de release. En dus heb ik die patch nog niet. En dus blijft die game crashen. Ze hebben beloofd dat het verholpen zou zijn bij de release. Daar moeten we dan maar van uitgaan. Maar op dit moment van spelen is dat absoluut nog niet zo. En lijkt de game gewoon om en nabij om de 10 minuten te crashen. Dus dat is niet te doen. Dat is jammer, want de game ziet er wel ongelooflijk mooi uit. Die robotdino's zijn vet. Ik kan niet wachten om verder met Aloy aan de slag te gaan. Maar dat laat nog heel even op zich wachten. Want ik ga absoluut niet verder spelen voordat die day one patch hier is. Dit was een hele frustrerende let's play. Dat hebben jullie misschien niet gezien, want dat heb ik er allemaal uitgeknipt. Maar Horizon Zero Dawn, jongens, hij is op de PC. En hij is niet zo smooth uitgekomen als Death Stranding, die andere Decima Engine game. Die zag er naar mijn mening ook iets beter uit. Oké, dit is een wat oudere game. Daar moeten we natuurlijk ook wel even van uitgaan. Maar ik ben blij dat hij er is. En ik hoop dat Sony deze strategie van de wat oudere PlayStation games ook gewoon toch nog uitbrengen op de PC. Ze zien er vandaag de dag nog steeds prima uit. En vaak zelfs nog veel, veel beter hier op de PC. En komen ze dus ook veel beter tot hun recht als ze niet crashen. En dat doet deze wel. Dus heel even wachten nog tot de day one patch. En dan kunnen we mogelijk verder gaan. Dit was Horizon Zero Dawn, jongens. In ultra wide op de PC. Laat weten wat je ervan vond hieronder in de comments. En vergeet ook niet te subscriben op dit kanaal. Wil je mijn live zien spelen? Dat kan ook. Ik ben ook live op Twitch. Twitch.tv/CoosGK. Waar we altijd live zijn in de cloud. Dinsdag, donderdag en in het weekend stream ik zeker 8 uur in de avond tot laat. Dus zorg dat je me ook daar volgt. Jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later!